Meneer Antonius, wat brengt u hier? Het is geen verplichting. Ze hebben mij gevraagd om co-commentator te spelen voor tv. En ik doe dat met veel plezier, omdat ik hier terug nog een keer voetbal zie. Ja, vandaag ja, een geladen wedstrijd overal. Hè, ja. Veel sfeer, veel actie, ja. Veel balcontact. Ik vind enorm veel sfeer en dat is heel belangrijk. Hè. En bewijst ook dat je zelfs namen uit de eerste nationale het soms veel moeilijker hebben tegen onder meer voetbal. Ik denk als ik zo de wedstrijden zie dat die grote favoriet zijn. En eigenlijk is dat wel normaal, omdat ze ook op een ideaal veld voor hen spelen. Ja, de eerste klassen hebben het moeilijk. Hè? Ja, dat snelle contact is heel moeilijk. Voilà, dus mini-voetbal is nog altijd iets anders dan voetbal op een groot veld. Hè? Maar toch zie je mooie wedstrijden en er zit veel tempo in de wedstrijd. Wat vindt u van zulk initiatief? Want ja, het is een mooi initiatief hè, vandaag. Het is een prachtig initiatief en vooral met die winterse toestand. Spijtig genoeg is er nog niet iets meer naam van clubs. Dat heeft vroeger geweest en ik denk dat dat ooit zal terugkomen. Dat het, zeg ze maar in de Club Brugge en een ander legt of een of andere ploeg daartussen. Dat zou het niveau, de propaganda veel naar boven brengen. Ja, eventueel een toernooi hiernaast in het Sportpaleis. In plaats van met 6 ploegen, ja, met 12 ploegen en dan ja, met Anderlecht Brugge, Genk, Standaard, ik zeg zo maar iets. Maar het is heel moeilijk waarschijnlijk om die ploegen te vinden qua data. Ze moeten op stage. Er zijn eigenlijk niet veel data's meer vrij. En de spelers, zoals je ziet, hebben met moeite 1 week verlof. Ja, je kunt er weinig aan pitchen eigenlijk. Hè.